Dit is echt een wiebelpad, dus je echt hier heel zacht. En niet te veel rennen. Rood bijna! Hey, Michiel! Wat heeft een pak aan, joh? Achteruit, pas op! Ik heb daar een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, jongens. Okay. Levensgevaarlijk en die moet opgeruimd worden. Normaal gesproken bel je daar de EOD voor, de explosieve opruimingsdienst. Alleen vandaag mogen jullie dat doen. Nee. Krijgen we dan ook zo'n pakje, ja? Jullie krijgen ook zo'n pakje. Ik ga jullie natuurlijk niet onveilig naar de bom toesturen. Alleen het belangrijkste wat jullie vandaag moeten doen is het bouwen van een aanhangertje waarmee jullie de bom kunnen optillen en vervolgens zo schokbestendig en waterpas mogelijk kunnen vervoeren naar een plek waar je de bom veilig tot ontploffing brengt. Piece of cake. Ja. Kom op. Ik proef heel veel vertrouwen. De vraag is dus eigenlijk, wie kan er het beste een explosief veilig opruimen en tot ontploffing brengen? Zijn dat de jongens of de meiden? Dat gaan we checken. Oké, we hebben dat wagentje. Aanhangen natuurlijk, dat is wel belangrijk. Een soort V-achtig iets. Ja, want dan kunnen we de bom natuurlijk ertussen hangen. Ja, precies, dan kunnen we zo overheen rijden. Dus gewoon een makkelijke aanhanger, twee vierwieletjes en een plank. En dan iets van een hijskrantje of zo? Ja, hij moet getakeld worden. Stel dat die bom hier zou liggen, dan moet hij uit de grond komen. Dus eigenlijk zoiets. Ja. Dus staal. Elastiek. En wielen. Top. Oké, meiden, plannen klaar? Ja. Jongens, plannen klaar? Ja. 3, 2, 1, go! Snel! We moeten iets van een karretje. Kijk wat ik heb gevonden. Slee gevonden. Oh, dit ding is zwaar. Let's go! Jongens, hey. Even dat jullie het weten. Hierachter komt jullie aanhangertje straks dus, hè? Oké. Ja, dus hier gaan jullie in rijden. Ja. Maar dat aanhangertje, vertel me eens even, wat is het plan? Ja, we zijn momenteel bezig met de wielen aan het loskoppen eigenlijk. Ja. We willen een sterkere aanhanger maken, zoals daar. Kunnen we hem erin rijden. Ja. En dan kunnen we de bom omhoog takelen. Klinkt als een goed systeem. 2 uur de tijd. En dan wil ik buiten het takelsysteem testen. Dus we gaan niet rijden dan met een karretje. Ik wil gewoon puur zien dat jullie het karretje boven de bom zetten en de bom kunnen optillen. Sterk zijn, meiden. Kijk, hij zat er zo op en hij draaide hiermee. Ja. En dat willen we eigenlijk nabootsen, maar dan met gewoon een plank en hier een hijskraan op. Dus zodra we hier een plank van maken, kunnen we hier een hijskraan. En dan is hij ook nog eens verdraaibaar. Dus stel dat de bom helemaal niet achter ligt of zijwaarts. Ik snap hem. Jullie gaan dus inderdaad een soort hijskraan maken waarmee je hem achter je karretje kunt optillen en dan omdraait en weer op je aanhanger legt. Yes. De grote vraag is, werkt het? Dat gaan we zo meteen testen. Over 2 uur wil ik namelijk de eerste check doen. En dan wil ik buiten het takelsysteem testen. Oké. Beetje doorknallen, meiden. Ja, oké. Succes. Kijk, dit wordt een plateauotje, toch? We hebben hier dus een platform die verdraaibaar is en de hijskraan zelf al. Nu moeten we dus alleen even kijken hoe we die en gaan takelen en het bakje soort van aan gaan maken. Ja, stop! We hebben een boog gevonden op de schroothoop. We hebben daartussenin die as natuurlijk eruit geslepen. We hebben nog een verstevigingsbalkje hier even gemaakt. Het moet helemaal goed komen, denk ik. Of het goed komt? Dat gaan we even testen. Tijd voor check 1. Lukt-ie? Ja, lukt. Nou, daar staat hij dan. Ja. Het ging wel soepel, hè? Nou, het kan beter. Maar... daar ligt hij. Dit is een kopie van de bom die jullie straks moeten opruimen. Okay. Lijkt precies op de echte bom. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Dan mag je hem gaan optillen. Zet ik hem hier vast. En dan... Je weet zeker dat hij nep is, hè? Ja, okay. Hij is nep. Gaat helemaal goed. Zo, alles staat strak. Soepel. Oh, Rami. Pas op dat hij niet... Nou, ik ga even schuilen. Oh, 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 oh.
Het is een nepbom, maar ik word zelfs nu een beetje bang voor die nepbom. Ik schijt in mijn broek hier. Jongens. Goed. Het systeem op zich, hoe jullie het bedacht hebben, zie ik echt voor me. Ja. Ik denk echt dat het heel goed kan werken, dat meen ik. Ja, de jongens lachen, maar wat ik meen dat echt. Wat een fantasie heb je. Jongens. Wat is dit nou weer? Wow. Jeetje. Ik ben benieuwd hoe die EOD-wagen dit gaat trekken. Bram, ga je gang. Ja, gaan we. Niet over die bom, hè? Oh. Nee. Zo, Bram, druk, terug. Nee. Je moet gewoon recht ervoor. Ja, rustig aan. Oh. Rustig aan. We hebben alle tijd. Oh, pas op, hoor. Ja? Nou, jongens. So far, so good. Ja. Nou. Oh. Hij is afgegaan. Boom. En daar ging Bram. Nog een keer. Nice. Kijk. Voorzichtig. Misschien een kussentje daar aan de zijkant. Een flink kussentje. Ja. Zijn jullie tevreden? Nah. Hij komt van de grond, dat zag ik bij de meiden niet gebeuren. Nee, daar heeft hij zeker gelijk in. Straks bij de tweede check, dan wil ik namelijk stabiliteit gaan testen en of het karretje schokbestendig is. Ja. Dus ja. Dan gaan jullie een stukje rijden en ik wil dus zien dat hij niet te veel schudt, want dan ontploft de bom. En hij moet waterpas blijven. Oké. Ja. Helder? Ja. Nog genoeg te doen? Ik hoor het woord gyros, dat denk ik aan eten, maar een gyroscoop. Een gyroscoop, okay. Dat betekent dat hij altijd recht blijft liggen, ongeacht hoe de plank beweegt. We hebben hier dus twee assen. Hier zit er eentje en daar. En dat zorgt er eigenlijk voor dat hij altijd in balans is. Bijvoorbeeld, je legt er iets op, zoals deze. Dat is lekker zwaar. Nou, elke keer als je een hobbel pakt, dan beweegt hij mee en dan is hij altijd in balans. Hij staat gewoon zo. Dus als ik dus heel flauw misschien dat doe, maar als ik dit doe, ja, dan schiet het gewoon weg. Ja, dat komt omdat wij nog geen gewichten hieronder hebben gegooid. Dat moeten we nog doen. Oké, ik ben heel benieuwd hoe dit straks gaat. Ik zie nu daar het wiel wel nog zitten, maar verder zie ik niks. Wat hebben jullie daarvoor bedacht? We hadden eerst een houten raster, maar dat werkte niet. Dus nu hebben we iets anders, namelijk eigenlijk een grote trap. Ja. En die willen we hier aan bevestigen. En dit wordt gewoon een vaste hijskraan. Oké, nou ja, die mogen jullie inderdaad straks voor de finale klaarmaken. Jullie hebben nog een half uur de tijd en dan gaan we dit systeem buiten testen. Ja. Okay. Heb je iets leuks voor bedacht? Dus zorg ervoor dat het goed werkt. Oké. Ja? Spannend. Tot zo. Zitten jullie lekker? Ja, we zijn al klaar. Mogen we al? Jullie zijn al klaar? Ja. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Jullie hebben nog 20 minuten gehad op de tweede test. Nou, in principe is de constructie hetzelfde gebleven als we net getest hadden. Dus we hebben er toch voor gekozen om hem zo te laten hangen en hem te laten bungelen. Ik vind het best wel tricky dat je hem gewoon los laat hangen. Ja, we willen het even testen. Oké. Jullie hebben nog 20 minuten. Ja, dus ga even koffie drinken of zo. Ja, okay. Lekker, doen we. En 20 minuten later is het zover. Tijd voor check 2. Wauw. Wat mooi, hè? Hij bounce wel een beetje. Ik ga jullie eerst even laten zien welke bom jullie gaan vervoeren. Het is heel explosief. Het zijn namelijk champagneglazen. Oh, nee. Shit. Het zijn er 10 per team. En ik ben heel benieuwd wie er het meeste aan het einde van het parcoursje krijgt. Laat ik dat maar gelijk even uitleggen. Je begint hier vooraan, rijdt over het drempeltje. Zo met het bochtje met de pionnetjes mee. Daar het bochtje om de vlag heen. En als je daar over de checkpoint lint komt, is de finish. Ben je klaar. Oké. Jullie mogen het team laten zelf opzetten, want anders heb ik het straks gedaan. Voorzichtig, hè? Voorzichtig. Hij moet niet nu al vallen, hè? Even kijken, wat zo? Ja, zo, ja. Echt in het midden. Hij moet precies ook boven het gewichtje hangen. Ik heb een beetje het idee dat hij... Klein beetje scheef. En dat hij een beetje scheef is, ja. Ja. Nou, zo is prima. Laat maar los. 3, 2, 1, succes. Oké, voorzichtig. Laat me voorop stellen. Het is geen vlekloos systeem, maar je mag nog een klein stukje proberen. Heel voorzichtig. Ja, maar anders komt het niet overheen. Mag wel iets meer tempo, boeien. Ja, kijk. Het is, dit was 2 maal. Dus, nou ja, oké, de term is 3 maal scheepsrecht. Toe maar. Ik heb er namelijk weinig vertrouwen in. Nee. Kom maar. Oké. Oh, ja. Ja, het is dat er geen glazen over waren, maar anders hadden we alvast geproost op onze overwinning. Wie gaat er rijden? Schrijven. Daar gaat het fout. Ik tel af. 3, 2, 1, succes.
Oh. Moet wel meebewegen met de glazen. Ja, ja, ja. Ja, rustig. Ja, rustig. Ah, eentje maar, zeg. Ja, ja, ja. Oh, dit is netjes. Zo heel netjes. Netjes, jongen. Ervaren ze veel. Oh, twee. Oh, Sam. Ja. Oh. Oh, Sam. Nee, oh, vijf. Laat ze staan. Dat verdient nu niks, hoor. Nee. Nee. Ja, nou, het principe heeft gewerkt. Het principe heeft gewerkt, dus op het laatste dagje knal alles omver. Worden jullie een beetje zenuwachtig meiden van dit systeem? Of denken jullie van... Nou, nee, dat zit wel goed, toch? Ja. Als Sam de chauffeur is, zo direct, dan... Nee, dat is hij niet. Wie gaat het wel rijden? Luc. Oh, dat is wel eerlijk verdeeld. Ja, eerlijk, hè? Ja. Of het verstandig is de grote vraag. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat bij de finale. Wie kan deze bom straks veilig optillen en verplaatsen naar een plek waar die zonder schade aan te richten kan ontploffen? Zijn dat de jongens met een boogwagen waar de bom tussen kan bungelen? Of zijn dat de meiden met een draaiende hijskraan en een medelwegende platform? Oftewel, wie is het meest geschikt voor de explosieve opruimingsdienst? Dat gaan we checken in deze zenuwslopende finale. Finale! Ja. Ja! Let goed op. Dit is de testbom. Ik heb hier een systeem opgemaakt die straks ook op de echte bom zit. Zien jullie dit? Ja. Die lampjes zijn nu groen, hè? Ja. Let op. Oranje. Hij hangt te schuin. Dat is risico, risico, risico. En jullie zijn dood. Nou is bij één keer rood, hè, is misschien wel heel overdreven. Ja, vind ik ook. Dus jullie mogen tijdens het vervoeren en optillen van de bom maximaal 3 keer een rood lampje krijgen. Oké. Overkomt het je 3 keer, dan moet je echt heel hard wegrennen, want dan ontploft die. Oh. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 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 Oké. Ja. Zodra ik bij de lint heb weggetrokken, mogen jullie van start. Ja. Oké. Okay. Succes. Dank je wel. Dank je. Kijk. Ja. Oké. Okay. Okay. Okay, rustig. Ga jij naar de bom toe, die helpt je op, heel goed. Ja. En niet aanraken. Nee, ik doe mijn best. Eerst erin steken. Ja. Heel goed. Iets naar beneden trekken. Okay. Ja, rustig. Dus ik ben die bom zit ik zo te klooien. Ik maakte me ook niet meer zorgen om die bom, maar meer om jou. Gewoon. Ja, dat vind ik. Rustig aan. Ja, ja, heel netjes. 3, 2, 1. Oké, Romy, dat op, hè. Daarachter, achter. Kom maar. Oké, nog iets meer die kant op draaien. Oké, stop maar. Ik zat met spanning in dat pak. Het was de eerste superheet. En ik had echt zulke trilhanden. Ik dacht, die bom mag niet ontploffen. We beginnen bij deze. Oké, jongens, dit wordt spannend. Oké, de eerste gaat erop, ja? Ja. Ik ben bang dat ik hem toch nog iets langer moet doen. Het was al zo warm dat mijn glas heet het aan het beslagen was. Dus ik zag helemaal niks. Oh nee. Ik ga doen. Ja, kijk, top. Hij is nog steeds groen. Nou, die lampjes. Nou, dat was echt... Oh, paniek, paniek, paniek. Oké, okay, die vind ik echt best wel spannend. Oké. Okay. Oh, ja. Ja? Ja? Oké. Okay. Zullen we hem al takelen? Ja, jij kan dit. Oké. Okay. Ja, rustig. Ja. Wow. Gaat goed, gaat goed. Oh, oh, oranje. Het ging een beetje, ja, een beetje oranje. Gelukkig net niet rood. Ja, ja, zo, ja, zo, stop. Komen. Ja, oké. Okay. Moment van de waarheid. Ja, is heel zwaar. Lekker bezig. We komen weer wel. Kan ik hem al een kwart slag draaien? Doe maar. 1/3 draaien. 1/3 draaien, oké. Okay. Jongens, dit is best zwaar. Pakt hij die zijkant nog? Nee, ja, komt goed, ja. komt goed. Ga maar, ga maar. Jongens, ik zie hem niet hoor, dus jullie moeten het zeggen. We hebben een bomexpert die de bom niet ziet. Ik zie niks, hè? Nee, nee, dat is goed. Ik zie die bom. Ik zie die bom. Het gaat ook wel een beetje op tijd, hè? Gaan, ja. Hup, hup. We gaan er niet vanuit dat die meiden het halen, ja, hoor. Nieuwe Bram. Ja, zo gaat het goed. Zo gaat het goed. Ja, gaat kom maar, kom maar, Bram. Oh, je gaat niet oranje. Oh, ja, nee, ja, oh, ja, blijf gaan. Laat hem niet langs zakken, meiden. Gaat goed.
Ja, nog een beetje. Nou, hem snel, oké. Okay. Hij ligt erop. Voorzichtig, hè? Ja, heel voorzichtig. Niet te veel wiebelen. Oh, hij is oranje. Rustig, rustig. Oh. Ja, goed zo. Ja, Bram. Gaat heel goed. Ik zat mijn billen geknepen, hoor. Oh, wat was dat spannend, zeg. Ja, jeetje. Kom maar. Ja, dat is één keer, jongens. Dat was de eerste keer rood. Dat was echt heel pijnlijk. Oké, okay, voorzichtig, hè? Ja. Oeh, oranje gaat door. Kom maar. Oh. Voorzichtig. Hij gaat een beetje op oranje. Oranje was natuurlijk de gevarenzone. Dus dat was echt een moment dat je heel goed moest opletten dat hij niet oversprong naar rood. Dus dan moest je weer even een tandje terug doen. Kijk. Een spoor, een rails. Helemaal... Bram, hou de bom in de gaten. Helemaal schuin, helemaal schuin. Helemaal goed. Ja? Verder, verder schuin. Ja, schuin. Ja, ja, ja. Nee? Maar ik mag niet bij de bom. Oeh, rust, 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 rust. Dit is het gevaarlijk. Oh. Rust, rust. Blijf, nee, blijf maar gaan, blijf maar gaan. Ja, ja, oké. Okay. Oeh. Oeh. Oh. Oh. Klappen. Dit is echt een wiebelpad. Dus je echt hier heel zacht. En niet te veel remmen. Rood bijna. Nee! Die hebben nog twee keer. Okay. Rustig aan, gewoon doorrijden. Oké, okay, ja. Okay. We gaan ervoor. Die bochtjes, die hulpjes moet je heel kalm nemen. Ja. Kijk, maar hij is kom op, maar er gebeurt niks, hè? Nee, hij blijft mooi stabiel, hè? Hij bungelt er mooi tussen. Zijn bom. Oh, een hobbel. We moesten nog capriolen uithalen door hem achteruit op de plek te krijgen waar de bom moest. Dus ik had zoiets van, neem maar even de tijd, want... Komt goed! Komt-ie? Ja? Oké, okay, rustig zakken, Bram. Oh. Ren! Oh! Bram, die gast met het pak is als eerste weg. Het is er niet eens rood, het is oranje. Maak aan, jongen. Wat is er? Losmaken. Losmaken? Los, moet toch ja. Dit hebben we nodig, jongens. Ja, oeh, jongens. Oh. Hij gaat over oranje, rustig. Niet ineens, blijf, niet ineens remmen. Hij bungelde al wel een beetje, maar op een gegeven moment, omdat ik het gas losliet, zwiepte hij alleen maar meer. Oeh, okay. Voorzichtig, meiden. Rustig, rustig. Nee, je moet niet remmen. Twee keer. De volgende keer is het gewoon klaar. Dan moet je echt redden, hè? Nog één kans natuurlijk en dan zou die gaan ontploffen. Dus het was wel even heel spannend. Oh, man. Ja, rood. Tweede rood, jongens. Tweede rood. Ik dacht van, ja, ik gooi maar wat zand eronder, hè. Dan gaat hij niet wankelen. Nou, en het heeft gelukkig gewerkt. Oké. Okay. Kijk, hij is groen, hij is groen. Oké, okay, voorzichtig, voorzichtig. Echt. Ja. Toen was het Bram, koordje leggen en toen 3, 2, 1, go! Kijk, heb goed gedaan! Hey, maar even, we leven nog! Ja! Oké, okay, voorzichtig meiden. Hou constant gas, maar wel rustig, want hij flikkert oranje. Oh. Rustig, er gaat wel heel veel oranje nu. Oh, oh. Rennen! Nee! Oh. Lois! Gaat het? Daar heb je nog leven in de hoogte. Snel, kom hierheen. Wat een mooi vuur. Ja. Ja. Ja, ik wou daar inderdaad wel heel veel voor aan vuil maken, maar je hebt het al een beetje kunnen zien, hè? Ja. De meiden hebben het niet gehaald. En dat betekent dat jullie gewonnen hebben. Ja! En het antwoord op de vraag, wie zijn nou het beste in het opruimen van explosieven? Laat dat hun zeggen, laat hun zeggen. Kort. Zij toch echt? De jongens. Ja! Die zijn de bomexperts. Leuk gedaan. Ze hebben het leuk gedaan. Ja.